Toen ik 12 was, ben ik op school door mijn benen gezakt en meteen naar de spoed gebracht. Daar bleek dat ik een tumor tussen mijn ruggenwervels had. Als 12-jarige beseffen dat je misschien nog maar een paar maanden te leven hebt, is te zwaar om te vatten. Er is beslist een operatie te voeren, maar ze hebben niet alles kunnen weghalen omdat het risico bestond dat ik verlamd zou raken. De chemotherapie heeft mijn leven eigenlijk helemaal omgegooid. De kans is groot dat de tumor weer groeit, maar ik ben erop voorbereid. Ik weet dat ik op de best mogelijke manier zou worden opgevangen. Op zo'n jonge leeftijd zou het ziekenhuis geen deel mogen uitmaken van je leven, maar voor mij was dat een gewoonte, want ik ben ermee opgegroeid. Dankzij Mistral Gagnant, een organisatie die wensen vervult, ben ik naar Aruba kunnen reizen om er met dolfijnen te kunnen zwemmen. En dat is een ervaring die ik nooit zal vergeten. De dokters hadden aangeraden om mijn schooljaar te laten vallen. Maar dat wou ik niet, omdat ik mijn vrienden niet kwijt wou raken. En dan heeft de organisatie Bednet mij geholpen bij het bijhouden van mijn lessen. Ik moet stilaan beginnen nadenken over de toekomst, maar daar heb ik het nog moeilijk mee. Ik heb jarenlang toneel gespeeld en ben dat ook blijven doen tijdens mijn ziekte. Toneel was voor mij echt een uitlaatklep. Ik kon letterlijk in een andere rol kruipen en de zieke Megan even vergeten. Ook al heb ik er moeilijke periodes meegemaakt, mijn herinneringen aan het ziekenhuis zijn niet negatief. Ik voelde mij er goed omringd en dat is wat ik onthoud. De pijn van toen, die ben ik vergeten.